Mijn naam is Corné Braber, ik ben 34 jaar en ik heb het bedrijf Apps van Agri opgestart. Ja, wij ontwikkelen apps specifiek voor de agrarische sector, dat zegt ook onze bedrijfsnaam, Apps voor Agri. Dat zijn dus apps die gebruikt worden door boeren en tuinders in Nederland, maar ook in Europa. En die helpen boeren en tuinders bij het telen van hun gewassen of bij het gezond houden van hun dieren, koeien en varkens. Als voorbeeld hebben we de regenmeter app gemaakt. Dat is een app die houdt dus de neerslag bij. We kennen allemaal de buienradar die dus neerslag voorspelt. Wij kijken juist achteruit, omdat regen is belangrijk voor een gewas, voor de groei van een plant. En daarmee kan de boer op zijn locatie, door middel van GPS, precies zien hoeveel neerslag, hoeveel water dat er gevallen is. En dat helpt hem bij het bepalen van bijvoorbeeld een oogstmoment. We zijn 2 jaar geleden, zagen we natuurlijk de apps, de smartphones, de tablets opkomen. Toen hebben we gezegd van met onze expertise van IT en onze kennis van de landbouw, die combinatie, die is heel krachtig. En daarmee zijn we ons bedrijf gestart en daarmee zijn we ook succesvol. We groeien nu ook naar internationale klanten. Dus we hebben klanten in Duitsland en Frankrijk. We zijn bezig met in Zwitserland. We willen toch wel een Europese speler worden op het gebied van IT en landbouw.